Mike Antonius, directeur van het telecommunicatiebedrijf Telesuur, heeft afgelopen zaterdag een halfjaarlijkse bijeenkomst gehouden in de ballroom van Torarica. Antonius liet daarbij de resultaten van de afgelopen 6 maanden de revue passeren en ging ook in op de bedrijfsvoering voor het resterende halfjaar. De Telesuur-directeur legde ook uit dat deze meeting een vervolg was van de Opojari-bijeenkomst van januari, die erg in de smaak was gevallen bij het personeel. De Telesuur-voorman bracht extra dank uit aan de aanwezigen. Hij deed dit naar aanleiding van de oproep vanuit de bond bij Telesuur aan zijn leden om de bijeenkomst niet te bezoeken. De reden daartoe is het niet kunnen afronden van de CAO-onderhandelingen. Antonius was daar niet blij mee omdat hij naar zijn zeggen een man van dialoog is. En elke vorm van communicatie, ook als zij de meningsverschillen, die grijp ik aan. Ja, die grijp ik aan en die stimuleer ik zoveel als mogelijk. Dus ook dit forum zullen we bieden voor als er punten zijn die u wens te bespreken, die u wens aan te halen, los van natuurlijk die halfjaar evaluatie die we hier houden en het programma dat we in elkaar hebben gesteld, dan is er daar ruimte voor. Want alleen door dialoog kunnen wij in ieder geval zaken oplossen met elkaar. In de sessie van januari hebben we het met name gehad over wat gaan we precies doen dit jaar. Wat zijn de zaken waar we aan zullen werken? We hebben een aantal focusgebieden genoemd. En hoe zit het ermee? Een van de punten die we besproken hebben, we hebben een kick-off gehad, een pilot performance management. En dat hebben we dan gedaan op de afdeling Business Relations. Er zijn daar een aantal resultaten over geboekt en daarbij zijn de ups en downs. Ga dat niet anders verwoorden. Er zijn ups en downs, er zijn goede momenten, er zijn minder goede momenten. Maar als we naar het geheel kijken, dan zien we toch wel meer dat de resultaten, dat die er al zijn. In het traject zijn er enkele verbeterpunten geïdentificeerd die volgens Antonius in het tweede semester aangepakt zullen worden. Hij hield de aanwezigen ook voor dat er een duidelijke verbetering moet komen in het omgaan met de klanten in zaken service en storingen. Hiervoor was er een target van 1 juli gezet die volgens Antonius jammer genoeg niet gehaald is. Het is de bedoeling dat dit project in het tweede semester wordt afgerond. Volgens de Telesuur-directeur is het nu zaak dat er niet alleen gekeken wordt naar de diensten van vandaag. Want er gaat heel veel veranderen in de komende periode. Dus kijken we alleen naar de services van vandaag en gaan we onze ICT-infra daarop afstemmen. Dat betekent dat we op korte termijn dan weer aan een vervanging moeten werken. Dus we hebben steeds meer gekeken, maar wat komt er nog meer aan in de toekomst? Om een voorbeeld te noemen, we komen met triple play services, dat zijn aspecten waar we naar kijken. Maar ook moeten wij nu aan rekening houden met IoT. En wat zal het effect daarvan zijn? En zijn onze systemen daar ook op afgestemd? Want de service lever is één, maar uiteindelijk gaat het ook om, how are we gonna make money? Mike Antonius, directeur van het telecommunicatiebedrijf Telesuur. Hij heeft afgelopen zaterdag een halfjaarlijkse evaluatiebijeenkomst gehouden in Torarica.